van harte welkom bij het Autotra Auto Nieuws. In deze aflevering gaan we uitgebreid kennis maken met de nieuwe Seat Tarraco. En dat doen we door een eindje te gaan rijden in deze prachtige SUV. Nou, daar gaan we, Sylvester. Ik ben echt ontzettend benieuwd naar deze fantastische auto. Ja, Denise, we zitten hier in de grootste SUV ooit ontworpen, de Seat. Het is een supercomplete auto. Groots. Niet alleen groot en rijk in uitrusting, maar ook in afmeting. Veel binnenruimte, mooie ruimte ook buiten. Echt een complete auto. En wat maakt deze auto zo compleet? Wat deze auto nou zo lekker compleet maakt, is dat hij al, wat ik net al zei, erg rijk is uitgerust. Ik begin al met een full LED koplampensysteem voor, achter, de standaard 17 inch lichtmetalen velgen die je weer kan upgraden naar een 20 inch lichtmetalen velgen. Navigatiesysteem met een zwevend scherm, virtual cockpit, panoramadak, alle veiligheidssystemen, ja, dat dus. En dat zwevende scherm wat jij noemt, dat zit hiervoor. Wat kan de gebruiker daar allemaal mee? Nou, dit zwevende scherm wat ze dus zo mooi geplaatst hebben, dat kun je dus gebruiken voor allerlei infotainment systemen. Dan kun je dus je navigatie, zoals je nu ook ziet, daarmee gebruiken. Dat kunnen we ook weer verplaatsen naar wat ik hier voor me heb. Dat zijn dus het virtual cockpit. Kun ik een navigatie midden voor mijn neus zetten. Het zwevende scherm waar we net al over begonnen, dat is een 8 inch scherm. En wat ik voor mijn neus heb hier is ruim 10 inch. En wat zie ik hierboven? Wat we hierboven zien, dat zijn die knopjes waarmee het panoramadak onder andere kan bedienen. En dat rode knopje hier met het groene lampje erin, dat is eCall. eCall, dat is iets nieuws voor Seat. Dat hebben ze toegepast voor het eerst in deze Tarraco. Wat doet het? Het systeem helpt de hulpdiensten te alarmeren op het moment dat het fout mocht gaan. Dus dat we betrokken raken bij een aanrijding en wij niet in staat zijn om zelf 112 te bellen, dan doet het systeem dit automatisch. En hoe zit het met de verdere veiligheid van deze auto? Nou, deze auto heeft een toekenning gekregen van 5 sterren, NCAP. Dus dat heeft hij te danken, onder andere wat ik je net al zei over dat eCall. En verder dat pre-crash en rollover assist. Dat zijn allemaal extra veiligheidsvoorzieningen die ze toegepast hebben op deze auto. Nou, wat doet het allemaal? De pre-crash en rollover assist. Nou, dat zegt het eigenlijk al. Het voorkomt letsel. Dat is de eerste insteek. Dus het spant de gordels aan op het moment dat het nodig is. En bij rollover assist, dan gaat het panorama automatisch dicht. En de ramen automatisch, juist om dat letsel te voorkomen. Wat mij ook opvalt is het interieur van deze auto. Want wat zie ik bijvoorbeeld hier? Dit is echt prachtig. Ja, ze hebben hier een mooie horizontale houtbeleidingstrip in aangebracht. Die doorloopt in de portieren, zoals je ziet. Met daarin heel fijntjes een LED-stripje. Wat dus als het schemerweer begint te worden of het donkerder, dan ligt dat heel mooi op. En geeft nog net even dat lekker chique tintje aan je auto. Wij zitten nu in een 5-zit. Is het ook mogelijk dat uit te breiden? Ja, dat is mogelijk om uit te breiden. Je kunt een derde zitrij, zoals dat heet, toevoegen. Dus dan kun je met, als je een groot gezin hebt, lekker onderweg. Dus kun je met 7 man lekker met deze auto onderweg zijn. Sylvester, super bedankt voor deze hele fijne autorit. En ik denk dat ik zelf ook maar eens een proefrit ga plannen. Dat zou mooi zijn. Dan zie ik je snel in de showroom voor de proefrit. Tot zover deze aflevering. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website of een bezoekje brengen aan de Autotra Showroom. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.